Een aantal heren hebben zich aangemeld. De heren Meester, de heer Stoffer, Komen en ook de heer Vlaming van de ondernemersfederatie Medemblik. En die willen graag met de commissie van gedachten wisselen over het onderwerp huisvesting arbeidsmigranten op bedrijventerreinen, zoals ik al aangaf. Ik nodig ook de heren. Ik weet niet wie van de heren allemaal wil aanschuiven, maar we hebben in ieder geval hier twee plaatsen. Maar als jullie echt willen, kunnen we waarschijnlijk ook wat drie of wellicht vier kwijt. Om allereerst u de gelegenheid te geven om een korte toelichting te geven over dit onderwerp. En dan geef ik het woord aan de commissieleden om vragen te stellen aan de indieners. Is dat helder voor iedereen? Dan heet ik in ieder geval de heren Stoffer en Meester van harte welkom. En ja. Ik geef u in ieder geval in eerste instantie de gelegenheid om in een paar minuten een toelichting te geven waarom u graag in gesprek wil met de commissie. De heer Meester, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Dank dat wij hier mogen aantreden om ons woordje te doen. Nadat wij eerst op 11 februari een brief hebben gestuurd via de griffier. Ik hoop dat jullie die brief hebben ontvangen. Waar gaat het om? Het huisvesten van arbeidsmigranten op bedrijventerreinen. We hebben hiervoor een situatie gehad waarbij we gekeken hebben of we arbeidsmigranten in de kernen van de dorpen konden huisvesten. En ook dat hebben we meegemaakt. En dan gaan we van de kernen van de dorpen gaan we nu naar de bedrijventerreinen. En dat is allemaal ad hoc naar ons idee. Het is geen duurzame oplossing. Als het een duurzame oplossing is, hou je van tevoren rekening met de bestemming van een terrein voor bewoning of voor bedrijven. Maar niet op het moment dat bedrijventerreinen al een bestemming hebben. En in dit geval, als we praten over het WFO-terrein met milieuklasse 4.1... is dat een bedrijventerrein die in principe geschikt is om bedrijvigheid te hebben en niet om te bewonen. Daarbij is het zo dat het bedrijventerrein, in dit geval WFO, waarbij we ook verwijzen naar de aanvraag om op Graanmarkt 3 arbeidsmigranten te huisvesten, is de situatie niet ingericht om arbeidsmigranten daar toe te staan. Denk maar eens aan de veiligheid op het terrein. Denk maar aan het bewonen van een bedrijventerrein. Nou, we willen onze eigen mensen, onze eigen starters, onze eigen bewoners, willen we dat niet aandoen om daar te wonen. En ik vind ook dat arbeidsmigranten ook recht hebben op een goede bewoning. Wij hebben geen bezwaar als arbeidsmigranten bij werkgevers komen te wonen, want dan hebben de werkgevers hebben daar toezicht op. Die zorgen ervoor dat dat goed gebeurt. Op een bedrijventerrein waarbij er geen direct verband is tussen de bewoners en degene die verantwoordelijk is voor hun werk, daar heb je die situatie niet. En nou, we kennen allemaal de situaties van arbeidsmigranten in hun vrije tijd, wat er kan gebeuren. We hebben de stroom van migranten gedurende alle uren van de dag, 24 uur per dag, dat ze naar hun werk gaan, van hun werk komen, dat ze willen parkeren. Nou, die situatie, daar is het WFO-terrein niet voor ingericht. En daarom pleiten wij vanuit de OFM, ik ben voorzitter van de ondernemersfederatie Medemblik, om af te zien van huisvesting op het bedrijventerrein WFO. En wat we wel graag willen zien, waarbij we ook de steun hebben van de WBG, dat wil ik graag Ramon Stoffer laten toelichten. Ik dank jullie wel. Dank u wel. Ik ga de microfoon even uitdoen. Dan geef ik het woord aan de heer Stoffer om nog een aanvulling te geven. Dankjewel Frits. Goedenavond allemaal. Ik zit hier namens de OFM, maar ook tevens namens de West-Friese Bedrijvengroep. Wij zijn, zoals u ongetwijfeld weet, met een plan bezig. Het plan is in concept klaar en ligt nu bij Intermares om het in de juiste vorm te gieten, zodat het voor iedereen ook goed leesbaar is. We verwachten dat met 2 weken bij u te hebben, 2-3 weken. Dan moet het aan de burgemeesters aangeboden worden. En wij zitten in die werkgroep met allemaal partijen die met deze problematiek te maken hebben. We hebben nodig op dit moment in West-Friesland 4.000 tot 5.000 extra plaatsen. Dat gaat om een enorm aantal. We hebben het dus niet over 1 graanmarkt, we hebben het over 40 graanmarkten. Die in West-Friesland geplaatst moeten worden om de arbeidsmigranten, de flexwerkers, ook te laten slapen en te laten wonen.
Vandaag ben ik nog bij Microsoft geweest en die geven ook aan dat ze van de verwachting die wij hadden, 3500 mensen, dat het er 5000 worden die hier komen werken. Dus de druk wordt eigenlijk alleen maar groter. In de werkgroep zitten partijen als Hobai, Covebo, Charlie Works, dat zijn grote uitzendbureaus, maar ook Action, Intermaris, de FNV, het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de NVM. Dus allemaal partijen die weten waar ze het over hebben en die echt op een hele gedegen manier naar deze problematiek gekeken hebben. En daar hebben we een plan van gemaakt. En nogmaals, over 3 weken, dan ligt het er allemaal, waarbij arbeiders eigen slaapkamers hebben, een fatsoenlijk onderkomen, maar met name ook ruim voldoende faciliteiten in en om de woonplaatsen, voor sport, supermarkten, groen, noem het allemaal maar op. Maar in ieder geval een omgeving waar u en ik ook zouden willen wonen. En dat vinden wij een beter plan en zeker een plan wat door zijn grootschaligheid hout snijdt. Nogmaals, als je deze kant op gaat van bedrijventerreinen, dan zijn we op zoek naar 40 grote panden waar we arbeidsmigranten kwijt kunnen. 40 keer 100 bedden of 120 bedden. Het gaat om enorme aantallen en die moeten allemaal gefaciliteerd worden. Stoepen, verlichting, groen, parkeerplaatsen, beveiliging. Dus je praat ook vanuit gemeentelijk opzicht over enorme kostenposten die je in ons plan niet hebt. Dank u wel voor uw toelichting. Dan is nu de gelegenheid aan de commissieleden om eventueel vragen te stellen of een reactie te geven op de inbreng van de heer Meester en de heer Stoffer. Dus ik begin aan mijn rechterzijde, de VVD. Wie kan ik het woord geven, de heer Raad, om een reactie te geven? Ja. De heer Raad, gaat gang. Nou, ik heb diverse vragen, maar gezien de tijd, ik beperk me op deze fase even tot één. U heeft het over de werkgroep waar ook allerlei bedrijven in zitten. Ik hoorde onder andere de naam van Action voorbij komen. Nou, heb ik begrepen dat in de situatie Graanmarkt 3, waar het over gaat, dat juist de werknemers van Action daar huisvesting zullen vinden. Hoe rijmt dat met deze mening die u beiden nu verkondigt en hun positie erin? Hoe moet ik de balans zien tussen de verschillende belangen? Laat ik het zomaar uitdrukken. Uiteraard is het zo dat Action echt slaapplek nodig heeft. Op dit moment, zij halen hun personeel bij Covebo vandaan voor een groot gedeelte. Covebo heeft op dit moment 80 werknemers die wonen in Almere. En die komen alle dagen met de bus naar Action toe om hier te werken. Dus Almere lost ons huisvestingsprobleem op. Dat willen ze graag opgelost hebben. Dus in die zin is elke oplossing die dichterbij is als Almere, is voor Action een oplossing die in ieder geval voor de korte termijn hout snijdt. Maar Action heeft ook gezegd, wij hebben niks aan kleine oplossingen en iedere keer weer daar wat voor te gaan zoeken. Een grootschalige oplossing waar zij op deze schaal mee aan de slag kunnen, vinden ze ten eerste prettig omdat het meer hout snijdt, maar ten tweede vanuit het oogpunt van hun werknemers met groen en voorzieningen gewoon een stuk prettiger en leefbaarder. Dus op het moment dat dit voor elkaar komt, dan zullen de medewerkers van Action deze kant op gaan. Voldoende toegelicht? Ja, ik heb een andere vraag, maar laat het rondje eerst maar af. Is goed. Gemeentebelangen, reactie op dit moment? Nee. D66, de heer Mos. Ja, een vraagje aan de heer Meester. U heeft het over dat project aan de Graanmarkt gehad. Uit hoe u erover praat, heb ik het gevoel dat u actueler weet wat de stand van dat project is dan dat ik dat op dit moment weet of wij dat weten. Ik weet niet of dat zo is. Wat ons betreft is de situatie dat dit is door het college in de raad gebracht. En toen is het op initiatief van onze fractie van de agenda afgehaald. Wij vonden het niet voldragen. Er was onvoldoende overlegd met de bedrijvengroep ter plekke en ook met de dorpsraad. En wat ons betreft is de situatie dat de wethouder en de aanvrager, die zijn daar samen nog mee aan het stoeien. En op de een of andere manier zullen wij daar een keer een rapportage over krijgen. Dat hebben we nog niet gehad. Dus blijkbaar zit er nog een kip ergens te broeden. Maar wat weet u van de meest actuele situatie? U vraagt eigenlijk naar de stand van zaken rond die procedure. Ja, ik deed dat omslachtig, maar dat is de bedoeling. Ja. Ja. Nee, ik
vat het graag samen. Ja, als u mij vraagt wat exact de status is met Graanmarkt 3 ten opzichte van de vergunning of wat daar speelt, dan moet ik u het antwoord schuldig blijven, want dat weet ik niet. Ik weet alleen dat de aanvraag is gedaan en ik weet dat via het bestuur van de WFO-terrein dit aangekaart is in de OFM. Maar in hoeverre de status zeg maar reëel is dat dat echt doorgang gaat vinden, dat weet ik niet. Ja, laten we dat ook vasthouden. GroenLinks, de heer Van Keulen. Ja, dank u wel, voorzitter. Een vraag voor meneer Stoffer. We hebben deze plannen, hebben we natuurlijk al eerder dingen over gehoord. Toen ging het over 1,5 à 2.000 bedden. Als ik u nu zo beluister, dan praat u over 40 keer 100 bedden. Dan gaan we richting de 4.000 bedden. Klopt dat? We hebben altijd aangegeven dat het gaat om een aantal in deze grootte. Alleen hebben we het park zoals we het voor ogen hebben, hebben we het over 1500 tot 2000 bedden gehad, dus als eenheid. Maar dat er waarschijnlijk, om aan de vraag te voldoen, twee van die parken nodig zijn in West-Friesland. We hebben het niet over de gemeente Medemblik alleen. Dat is wel te verwachten. Voldoende beantwoord op dit moment? Ik had ook nog wel een paar andere vragen, maar... Maak eerst even het rondje af. Krijgt iedereen de gelegenheid om de vragen te stellen. ChristenUnie, geen vragen op dit moment. Partij van de Arbeid, de heer Beuker. Ja, dank u wel, voorzitter. Een korte vraag. In zaken het plan voor de 2.000 of 4.000 bedden, heeft u ook al een locatie daarbij op het oog? Of zijn er een aantal locaties die u in beeld wil brengen over 2-3 weken? Logische en goede vraag. We hebben heel bewust vanaf begin gezegd, wij gaan als bedrijvengroep gaan we geen locatie aangeven. Wij hebben aanbevelingen voor de 7 West-Friese gemeenten. Die gaan we straks, inclusief de kaders waaraan zo'n plan moet voldoen, gaan we overdragen aan de gemeentes. En aan u dan de schone taak om te kijken van waar kunnen we dat doen en wie gaat dat bouwen en of die kaders goed genoeg zijn. Maar wij geven eigenlijk meer een aanbeveling. Nee. PWF? Ja, PWF, de heer Seijlenmaker. Ja, ik zal me ook beperken tot één vraag. De vorige keer dat we het hadden, toen werd het plan een soort centerparks genoemd. Hebben we het nog steeds over hetzelfde plan? En de tweede vraag is... Dat was ook één vraag. Toen was ik heel blij dat het FNV erbij betrokken was vanwege de afhankelijkheid van de werknemers. Of dat nog steeds erboven hangt. We hebben bewust steeds gezegd, we vinden het heel belangrijk om die belangen van de werknemers te behartigen. In plan mee te nemen. Juist van alle plannen wat we gezien hebben. En ik ben echt wel heel diep op de zaken ingegaan de afgelopen maanden. Merk je dat de meeste initiatieven dat eigenlijk de werknemer daar onvoldoende invloed op heeft. De FNV is nauw betrokken geweest en is ook een van de hofleveranciers geweest aan de eisen waaraan het plan moet voldoen. En dat hebben we één op één overgenomen. Die is nog steeds aan tafel en is een van de, een hele belangrijke partij daarbij. En je eerste vraag was... Het plan nog hetzelfde was, toen werd het Centerpark. In principe is het hetzelfde plan, alleen je kan natuurlijk een plan niet lanceren onder een merknaam. Dus uiteindelijk wordt het Groenwijk Flexwonen, duurzaam Flexwonen. Dat wordt de werknaam van het plan en daarmee gaan we verder naar buiten. Maar het idee van hoge kwaliteit van wonen is hetzelfde. Volgende beantwoord. De heer Meester, CDA. Ja, voorzitter, dank u wel. Een vraag aan de heer Meester aangaande de brief die wij vorige week ontvangen hebben, of eerder eigenlijk al. U zegt daarin eigenlijk van wij zijn van mening dat de oplossing voor de huisvesting van arbeidsmigranten niet op de bedrijfterreinen moet worden gezocht. En in het kader van Graanmarkt 3 op de WFO hoor ik van u niet veel nieuws, hè, want dat is bekend. Maar twee alinea's verder zegt u... Wat we wel goed vinden is woonunits en dit zou wat het bestuur ook van de OFM betreft ook op bedrijventerreinen kunnen zijn, mits de aangesloten leden in meerderheid daarvoor zijn.
Dat biedt toch weer een soort van opening. Weliswaar niet op de WFO. Maar hoewel daar op de tomatenmarkt natuurlijk wel gewoond wordt. Gewoond en gewerkt, combinatie van. Maar dat biedt wel een opening voor andere bedrijventerreinen. Dat mag ik zo uit uw woorden opmaken, toch? Ja, u moet eigenlijk verschil maken tussen de bestaande bedrijventerreinen waar de infrastructuur niet ingericht is op woning en daar waar je op bedrijventerreinen nog veranderingen kan aanbrengen, CQ de inrichting zo kan doen dat daar wel een goede oplossing is, zowel voor de bedrijven als voor de bewoners. Voldoende beantwoord. Meestal na een ronde langs alle fracties zijn we al dik aan 19:30 toe. We zien dat we nog wel tijd hebben om eventueel nog een kort rondje te maken. Want ik begreep dat een aantal fracties nog wat vragen leefden. Dus we kunnen in ieder geval nog een ronde maken. De insprekers hebben wel aangegeven dat ze graag van gedachten willen wisselen. Ook hoe het standpunt is van de partijen over het huisvesten van arbeidsmigranten op bedrijfterreinen. Dus wellicht kunt u daar ook nog even op reageren. Maar ik stel voor dat we even een kort rondje maken langs alle fracties. Of er nog dingen openstaan of dat er nog vragen zijn. VVD, heeft u nog aanvullingen op zojuist? Ik heb nog een vraag, maar of moet ik nu ook dus al een voorzichtige mening gaan geven? Nou, dat is aan u. Dat mag, dat hoeft niet. Dat is niet verplicht. Maar combineren dan wel, zou ik zeggen. Dan ga ik de mening in de vraag verstoppen. Ja. Nee, maar vooruitlopend daarop, wat wij zien, wat iedereen natuurlijk ziet, is dat, dat het woningtekort nu heel acuut is. En het plan wat u gaat presenteren, waar ik echt heel benieuwd naar ben en waarvan ik het principe volledig onderschrijf. Als dat doorgaat, dan zal dat denk ik nog wel minimaal 1,5 à 2 jaar duren. Voorzichtig geschat nog, of optimistisch geschat, voordat dat ooit gerealiseerd zou worden. Terwijl dat probleem nu heel concreet is. En we moeten die druk van die ketel hebben. Als er gewoon garanties zijn over dat het geen negatieve gevolgen heeft voor bedrijfsvoering op het bedrijventerrein. Is er dan ook zoiets bespreekbaar gewoon puur als tijdelijke maatregel in afwachting van een grootschalig alternatief? Laat ik het zo maar uitdrukken. Ja. Dus onder voorwaarden tijdelijk op. Ja, ik denk dat er een paar dingen belangrijk zijn. Kijk, op het moment dat je zegt, we gaan voor een 3 jaar een ontheffing verlenen om op een bepaalde locatie mensen te huisvesten. Dat zou in bepaalde gevallen kunnen als ook de inrichting daar voldoende aan voldoet. Je laat je kind ook niet naast een snelweg spelen. Ik bedoel, je moet op een gegeven moment ook naar veiligheid en leefbaarheid kijken. Dus op het moment dat je een locatie hebt, dat je zegt, als we daar een flink aantal mensen laten wonen en die lopen daar 's nachts en overdag over straat heen tussen vrachtwagens die de boel bevoorraden en die leven op een bedrijventerrein waar een zware categorie geldt, 4.1... dan vind ik dat je als bestuurder jezelf moet afvragen of dat het juiste is wat je doet. Ook als de nood hoog is. Even op Frits aan te haken, als je een bedrijventerrein hebt waar je duidelijk een tweesplitsing ziet, zoals bijvoorbeeld de tomatenmarkt waar gewoond wordt, dan zie je ook altijd dat de categorie aan de randen waar gewoond wordt lager is dan de zwaardere industrie. Dus uiteindelijk is het een afweging van u als bestuurder, van vinden wij dat voor een korte periode dat dat moet kunnen of vinden we dat van niet? Wij geven alleen maar aan wat wij vinden dat bedrijventerreinen voor bedrijvigheid zijn. Ja. Wonen voor wonen en dat er een extra bestemming moet komen. En dat heet verblijf. Ja. Nee, heel helder. Nou, het is een ongelooflijk lastig dilemma. Wij zijn er zelf nog niet 100% over uit. Nee, het is dan ook niet definitief. De heer Mos, gemeentebelang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk ook een stukje effectiviteit. En daarom heb ik in de eerste ronde geen vraag gesteld. December 2017 is er afgesproken het beleid arbeidsmigranten voor onze gemeente en met de regio met name ook, maar onze gemeente specifiek, te evalueren. Dat is nu uitgesteld tot het nieuwe beleid komt, we verwachten juni 2020. Uw standpunt over het bedrijventerrein WFO was bekend. Dat heeft u ook duidelijk gemaakt toen de aanvraag daar lag. In december heb ik de heer Stoffers horen praten over een plan wat hij aankondigde en dat hij zei van eind februari weet ik meer. Dus die notulen had ik nogal in mijn hoofd zitten. Ik begrijp nu dat uw standpunt herhaalt niet op ons bedrijventerrein WFO.
En meneer Stoffer zegt, ja, geef me 2 of 3 weken meer de tijd. Dus ik denk dat het verstandig is om dat af te wachten. En ik denk dat u het voor gaat bereiden met het college. En ik hoop ooit een keer dat de problematiek echt aangepakt wordt. Op welke manier? We wachten op het college dat zij met een voorstel komt. Dank u wel. Helder. Ik hoor niet echt een vraag of een reactie van aan de heer Meester of de heer Stoffer. Dus uiteindelijk krijgt u wel de gelegenheid om even kort op alles te reageren. Hoe het gevonden heeft. Maar dan ga ik nu door naar de volgende fractie. De heer Mos, D66, heeft u aanvullende punten? Ja, nog één vraag aan de heer Stoffer. Sorry, maar even hoe ik me nou precies het vervolg moet voorstellen. U heeft net gezegd van over een... Vertelt even mijn eigen woorden, niet letterlijk citerend. Over een paar weken dan komen we met een idee hoe het allemaal in elkaar zou kunnen zitten. Richting de gemeenten en kijken wat er dan gebeurt. Volgens mij werkt het altijd zo dat als wij als gemeente gaan reageren, dan moet er een concrete projectaanvraag zijn door iemand die vraagt dat aan. En dan gaat dat in behandeling worden genomen. Maar als u het zo vertelt, denk ik, ja, dan krijgen wij dat. Nou, ik weet niet wie het dan van de gemeente gaat bekijken. Nou, misschien, ja, nou, leuk, oké. Maar dan heb je nog niet een concreet projectaanvraag. Dus hoe ziet u dat voor zich, hoe het dan gaat? Ja, dat is natuurlijk ik snap wat u schetst. Wij willen de kaders duidelijk stellen. Wij willen ook de krachten bundelen om West-Friesland breed de schouders onder een heel groot probleem te zetten. Ik denk dat als je kijkt dat de Raad van Medemblik niet in staat is om zo'n probleem op te lossen, de Raad van Horen niet in staat is om het op te lossen, wij als clubje met bedrijven ook niet in staat zijn om het probleem op te lossen. Dit is een breed gedragen probleem wat je echt een uitdaging voor Pact 7.1 om dat gezamenlijk met de 7 West-Friese gemeentes op te lossen. Wellicht Hollands-Groningen nog bij, maar je moet dit echt breed oppakken. En wat wij geven is een kant-en-klaar plan van zo kan je het doen. En dit is breed gedragen door alle partijen die daar belang bij hebben. Waardoor je dat als gemeentes onderling in onze ogen echt gewoon moet kunnen uitrollen. Maar de bal gaat dan inderdaad, wordt wel bij de werkgroepen van de gemeente gelegd. En die is er. Er is een werkgroep arbeidsmigranten waar onze wethouder voorzitter van is, dus dat zou moeten kunnen. Er zijn ook ondernemers die het willen bouwen, die het willen doen. Ja. Ik wacht ook met spanning af. Ik vind net als meneer Raad op zich een interessant vooruitzicht. Dank u wel. Is goed. Ik ga door naar de volgende fractie. GroenLinks, de heer Van Keulen. Ja, dank u wel, voorzitter. U vroeg ons eigenlijk of we onze mening wouden geven over het wonen op bedrijventerreinen. Als GroenLinks, zijn wij daar niet voor. Wij vinden inderdaad dat het beter is om arbeidsmigranten niet op bedrijventerrein te huisvesten. Daar horen ze inderdaad niet thuis. Dat ben ik met u eens. We hebben niet voor niets ooit regels opgesteld dat je daar niet wonen mag. Dus dat moet je ook niet voor arbeidsmigranten doen. Maar dan een vraag aan meneer Stoffer. U zegt over de nieuwe plannen dat die grootschaligheid allerlei voordelen biedt. Ik kan daar wel bepaalde voordelen inzien. Hè. Het lost inderdaad tot op zekere hoogte een probleem op met de vraag naar woningen en noem maar op. Maar ik vraag me wel een beetje af, wat zijn nou de voordelen op sociaal-maatschappelijk terrein? Kunt u daar ook iets over zeggen? Een korte reactie. Ja, leuk dat u het vraagt. We hebben bij Park Zeewolde hebben we een werkbezoek gehad. En daar was een agent aanwezig. En die zei, gewoonlijk waren wij in de weekenden met een paar man paraat om in de verschillende woonwijken de orde te handhaven waar meerdere arbeidsmigranten per woning samen woonden. En dan hadden ze regelmatig opstootjes. Hij zegt, ik doe het nu alleen. Ik kom 1 keer in de week, loop ik een rondje over het park heen. En mensen houden toezicht op elkaar, want ze wonen daar op een prettige manier. En het werkt eigenlijk hetzelfde als in een woonwijk. Dus de druk op de sociale orde is eigenlijk flink afgenomen. Die man was heel enthousiast over hoe dat daar in zijn werk ging. ChristenUnie nog. Mevrouw Visser van Eyck. Voorzitter, de mening op het voorstel. Wij hebben ooit in Amdijk ook een Polenhotelvoorstel gehad. Toen wij nog daar de gemeenteraad waren. En dat hebben we toen de tijd niet goedgekeurd vanwege allerlei beelden waarschijnlijk die er waren. En ik moet wel zeggen dat de laatste, dat het allemaal goed, redelijk geïntegreerd gaat en dat het gaat.
Ik ben helemaal eens met de heer Raad, de druk van de ketel en noem maar op. En dus ik zou niet zomaar tegen een groot poolhotel kunnen zijn, maar dan moeten we wel even de plannen zien. Industrieterrein kan inderdaad wat ingewikkelder is, maar toch blijf ik erbij ook samen. Of ik ga met meneer Raad mee. Daar is nog wel een groot probleem. En u schetst het probleem ook groot en er komt nog steeds meer. Dat is geen opmerking naar u, maar naar de raadsleden. Ik denk dat we ook toch eens een keer een discussie moeten gaan starten. En net als in andere gemeenten, hoeveel arbeidsmigranten willen we eigenlijk nog hebben? Daar kan ook een grens aan zitten. En ik weet dat er in een aantal gemeenten daar ook echt een grens gesteld is. En wij praten maar over aantallen. En als je je omdraait, zijn de aantallen weer meer. Dus dat is meer een opmerking naar de raad toe. Dan wil ik het toch eens een keer met de raadsleden en de commissieleden over hebben. Helder, dank u wel. Dan ga ik door naar de volgende fractie, de heer Beuken, Partij van de Arbeid. Ja, ook gewoon even een reactie. Ook wij we zijn op de hoogte van uw standpunt hierin. En wat betreft de opmerking van de heer Mos, we gaan het beleid op dit moment evalueren. Nemen we het er zeker in mee en we zijn ook heel erg nieuwsgierig naar het voorstel waar u over 2-3 weken mee komt. En dat nemen we dan mee in de verdere besluitvorming wat ons betreft. Dus tot zover. Helder, dank u wel. De heer Neefjes, PW 2010. Ja, ik had nog een vraag aan meneer Stoffers. Dat mooie luxe park waar u het over had, waar u zelf bij wijze van spreken ook zou wel willen wonen. Mogen daar ook mensen met een Nederlandse identiteit gaan wonen of met een Nederlands paspoort? Moet dat tot de mogelijkheden gerekend worden? We hebben het over flexwerkers. En dus dat hier, ja. Zijn mensen die tijdelijk op een bepaalde locatie aan het werk zijn voor weken of maanden. En die daardoor onderdak zoeken. Dat gaat niet op nationaliteit. Dat gaat gewoon op het feit dat je tijdelijk ergens moet verblijven. Dat zou gewoon kunnen. Waarbij we wel aantekenen dat op dit moment de meeste flexwerkers uit Polen komen en Ierland. Maar je ziet nu al een verschuiving richting Roemenië en andere landen. Dus dat zou kunnen. We hebben het met de FNV zo afgesproken dat uit mijn hoofd 10% van het park vrij verhuurbaar moet zijn aan individuen, dus buiten, uit zijn bureaus om. Niet gebonden aan nationaliteit. Ja, helder. PWF, de heer Seijnemaker. Ja, voorzitter. In tegenstelling tot andere partijen zijn wij geen voorstander van het wonen van arbeidsmigranten op het terrein van werkgevers en ook niet op het industrieterrein. We zijn voorzichtig positief op de plannen die hier nu ontwikkeld worden. Wij wachten dat rustig af en we zijn voorzichtig positief vanwege het positieve effect wat het kan hebben op de woningnood die er op dit moment in heel West-Friesland en zeker ook in Medemblik heerst. Dank u. Ook helder, dank u wel. CDA, de heer Meester. Ja, voorzitter. Richting beide heren, denk ik. Ja, het is, en dat geeft meneer Stoffer al aan, het is zuiver voor de kortverblijvers, hè, want daar ligt de focus op. En we weten ook dat er nu kortverblijvers zijn die een bepaalde druk uitoefenen op de woningvoorraad in de kernen. En daar willen wij, als CDA in ieder geval, willen wij daar wat meer van af. Wij constateren ook dat het vooral draait om draagvlak. Draagvlak bij de ondernemers, maar ook bij de mensen die het betreft. De mensen die belanghebbend zijn, maar ook politiek draagvlak. En het zou zomaar kunnen zijn dat er straks draagvlak is voor zo'n park van 1500 mensen. Maar ja, dan zijn we er nog niet volgens uw getallen. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar een en-en-verhaal. En we hebben net ook geconstateerd en gehoord dat er vanuit de ondernemers en vanuit de WFO weinig draagvlak tot geen draagvlak is voor Graanmarkt 3. Maar het zou zomaar zo kunnen zijn dat je wel naar een modus moet. Dat je hebt natuurlijk al verblijven bij de ondernemer, bij de agrariër. We hebben wellicht straks, als daar draagvlak voor is en het gaat door die politieke molen heen, 1500, een plek voor 1500, een park. Maar ja, daar zijn we er nog niet. En dan moeten we toch ook, denk ik, de weg openlaten voor eventuele bedrijventerreinen. Hoe zit u daarin? Kort een reactie. Blijven we bij dezelfde mening. Er zijn bestemmingen en je hebt een woonbestemming, je hebt een bedrijvenbestemming en er zou ook een verblijfsbestemming moeten zijn. Dus je moet van tevoren goed kijken van waar zijn bepaalde terreinen en bepaalde locaties geschikt voor.
Ik begrijp heel goed dat een park van 1500 of misschien 2000 bedden niet voldoende is gezien het, de laatste cijfers van het ontwikkelingsbedrijf. Maar we hebben wel 7 West-Friese gemeentes. Dus zou je ook best 2 van die parken kunnen voorstellen. En dan zit je al tussen de 3 en de 4000. Dus dan snijdt het al pittig hout. Eén laatste opmerking daarover, voorzitter. Want dat is nog wel iets wat we echt in het achterhoofd moeten houden. Kijk, als 7 West-Friese gemeenten, maar als die op het grondgebied van Drechteland komt, dan heeft Drechteland, zeg maar, ik zeg niet dat ze met een gebakken peren zitten, maar die zitten natuurlijk wel met de politieke besluitvorming. En je hebt dan ook te maken met het gebeuren in de politiek in Drechteland en ook de bestuurlijke besluitvorming daaromtrent. Dus dat is nog wel iets waar we rekening mee moeten houden. En dat geldt voor elke gemeente natuurlijk. Ik zie dat als nog een aanvullende opmerking, geen vraag. Ter afronding van het rondetafelgesprek wil ik in ieder geval alle fracties ook bedanken voor het stellen van de vragen en de reacties. En ik wil graag als afronding de heer Meester of de heer Stoffer nog de gelegenheid geven of deze bespreking naar behoren is verlopen. Ja, ik ben blij dat we op deze manier ons zegje hebben gedaan en dat jullie goede vragen hebben gesteld hierover. Wat ik even wil benadrukken is, we moeten geen symptoombestrijding doen. We moeten zorgen voor duurzame oplossingen. Oplossingen waarbij we blijvend tijdelijke huisvesting goed kunnen adresseren in onze gemeentes. Ik zeg expres in onze gemeentes, want die arbeidsmigranten die zitten niet in één gemeente, die werken in meerdere gemeentes. Dus we moeten ook zorgen voor een collectieve oplossing. En juist die duurzame oplossing, daar wil ik het bij laten. Dank u wel.